Goedemorgen mensjes en welkom bij een nieuwe vlog. Ik krijg trouwens heel vaak de vraag, waarom zeg je mensjes, waarom zeg je mensjes? En ik noem eigenlijk altijd al mijn vriendinnen en iedereen gewoon mens. Van mens, waar ben je? Mens, ben je thuis? Mens dit, mens dat. En anders zeg je mensen en dat is niet leuk in meervoud. Dus het is dan mensjes. En ik zei dit al heel lang, al ver voordat ik YouTube... met YouTube ben begonnen. Dus ik krijg ook de vraag, heb je dat verzonnen? Maar nee, dat deden we dus al heel vaak. Het is super vroeg. Ik ben... het is 8 uur. En ik heb me wel opgemaakt. Knap van mezelf. Maar ik dacht, als ik me dan nog tenminste opmaak, dan heb ik een beetje het gevoel alsof ik gewoon echt wakker ben. Ik weet niet. Wie heeft dat ook? Als je zeg maar heel vroeg moet opstaan en je maakt je op, dan voel ik me meer wakker als ik... Heb ik het nou weer gelaten? Dan voel ik me meer wakker als dat ik me niet opmaak. Dus vandaar. Ik ga, en daar ben ik heel blij mee, mijn wimpers doen. Want dit is de situatie van mijn wimpers. En als jullie regelmatig naar mijn vlogs kijken, dan weten jullie dat ik me extreem naakt voel zonder wimpers. Dus ik ben heel blij dat we daar even verandering in gaan brengen. En dat ik me gewoon nooit meer zo voel. Dat ik me nooit meer naakt voel. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Nou, in ieder geval, dus ik ga mijn wimpers doen. En daarna ga ik nog ergens anders heen, maar dat vertel ik jullie zo. Ik ga mijn wimpers doen bij Lash V en ik zal daar ook gewoon filmen. Dus. Even kiezen. Deze vind ik very weird. Ik geloof ook niet dat iemand het ooit kiest. Is dat zo? Welke? Oh, nee. Maar nee. Je ziet... Nou, dus... wel zeg maar die Dolly look hoor. Cat eye. Dit staat dus niet bij mij. Vind ik zelf. Bij mijn oogvorm. Nou, ik ben niet vrolijk van. Maar jij wil juist meer een open... Ik wil dit. Open blik. Ik wil meer een open blik, ja. Gewoon doll eye. Dat het overal een beetje... Is dat het? Dat een beetje overal dezelfde lengte is? Ja. Dit vind ik dus niet mooi staan bij mij. Mijn eyeliner vind ik ook niet mooi staan bij mij. Als je zo mooi naar. Ik lig. Met een lekker dekentje. Dat is nog eens top, jongens. En dit is de naaktheid waar we mee gaan werken. Een beetje zo. Ik ben benieuwd. Mijn haar moet ik ook maar weer eens uitkammen. Zullen we nu gaan? Wat zijn? Ja! Zullen we nu gewoon gaan? Ja! Kijk eens, dan gaan we nu. Ik heb al opgezocht. Want ik was eerder klaar vandaag. Dus ik dacht, ik ga gewoon. Kan je even laten zien wat voor haarstijl je hebt gedaan? Bij... Opa kan alleen een staart bij me maken. Ja, ze ging me openslaan. Maar laat even zien dan. Een staart. Een staart. En hier dan... Vind ik mooi. Ja, ik vind het heel heftig. Ik vind het echt maar kraaltjes vind jij denk ik minder erg. Kraaltjes vind ik erger. Hij doet je Selena! Maar we gaan even naar het bioscoop. Maar wat ik dus even nog moest zeggen. Ik heb dus net mijn wimpers gedaan.
En I love it. Kijk even, jongens. Au. Wow, het is zo mooi. Joepers. Nien, wat, kijk even, wat vind jij ervan? Zo mooi, joepers. Het is echt gewoon zo mooi gedaan. Kijk, ik heb heel veel gaten in mijn wimpers. Omdat mijn wimpers heel erg zijn afgebroken. Maar het zit gewoon super mooi. Ik heb L-wimpers volgens mij. Met een mix met D-krul. Ik had altijd problemen met het feit. Of een beetje zo doen. Dat het echt niet echt omhoog stond. En wat ik dus iedereen kan aanraden. Ik heb dus nu eerst een wimperlift gedaan. Dus ik heb eerst mijn eigen wimpers gelift en toen daarna, een paar dagen later, extensions. Waardoor dus ook je extensions veel meer omhoog staan. En dan zag je helemaal niks. En dan deed ik maar extra lange wimpers. Maar dan vanaf de zijkant was het niet mooi. Dus ik ben echt heel blij nu met deze wimpers. En ik dacht, ik maak er een soort van een vlog van waar ik alles doe. Want ik heb dan nu mijn wimpers gedaan. Dat heb ik bij Lash V gedaan. Ik zal even in de beschrijving haar neerzetten. Dan kan je haar vinden. Zo word je dan gewoon wakker, hè, met deze wimpers. Ik vind het echt geweldig. En ik heb vandaag ook mijn nagels gedaan. Nou, zo zie je het niet. Ik ga het jullie even laten zien. En ik ben normaal heel erg van de nude nagels, rustige nagels, niet heel veel spannend, vaak dat ombre en zo. Maar ik heb dus nu even wat anders gedaan voor de kerst. Ik vind het echt werkelijk waar prachtig. Andere kant. Nou, die is van die Chinese nagelstudio's. En ja, weet je, ik heb maar wat je sowieso altijd hebt bij die Chinezen is dat ze hun spullen niet goed reinigen. Dus ze gebruiken een vuil bij jou en dan bij de volgende klant gebruiken ze weer precies dezelfde vuil. Wat gewoon niet hygiënisch is. Dus ik was daar gewoon een beetje klaar mee. Helemaal toen ik dat groen op mijn nagel had, dacht ik echt van wat doe ik hier? Waarom ga ik hier nog mijn nagels doen? Dus toen ben ik gewoon gaan zoeken op Instagram. En toen kwam ik dus op Chula Taylor Nails, maar ik volgde haar al echt een tijdje. Ik vond dat ze gewoon hele mooie nagels had, dus ik ben haar gaan volgen. En dus vandaag had ik dus een afspraak en I love it. Ik zal even de Insta laten zien. Dit is de Insta van Lash V waar ik dan mijn wimpers heb gedaan. Morgen ga ik mijn tanden bleken. Dus dan zal ik jullie ook even meenemen. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon even mee naar een soort van routine waar ik alles doe. Dus waar ik mijn nagels doe, waar ik mijn wimpers doe en dan mijn tanden bleken. Het lijkt net of ik een soort van allemaal operaties heb en heel mijn kop verbouw, maar dat is het niet. Ik heb eigenlijk gewoon alleen nepnagels, wimpers. Tenminste niet altijd, maar ik denk dat ik nu wel weer echt heel lang wimpers ga hebben. Want ik zie dit weer en dan denk ik, oh, ik hou er toch van. Maar wimpers, nagels, tanden. Ja, verder doe ik niet zo heel veel. En blinken doe ik ook niet altijd hoor. Maar toevallig heb ik morgen een afspraak, dus ik dacht, het is leuk. Dan neem ik jullie mee naar die drie dingen. Dus die plak ik dan gewoon in de vlog van vandaag, plak ik die erbij. En nu gaan Celine en ik naar de bioscoop. Toch boef? Ja. Maar, hè? Misschien kunnen we daarna wat eten. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou meer van jou. Ik hou meer van jou. Nee, dat kan niet, want ik hou al meer van jou. Nee, ik hou meer van jou. Nee, want ik hou van jou tot over heel de wereld. Maar ik hou van jou 100 keer naar Nederland en China. Dan weer 100 keer bij. Nee, miljard keer erbij. Oh mijn god. En dan weer steeds terug naar China. En dan weer 100 keer terug naar China en terug naar Nederland. En weer een miljard keer 100. En gaat steeds zo door. Oké, nou ja, dan heb je wel gewonnen van mij. Denk ik. Oké, wij zien jullie zo bij bioscoop. Doei doei.
Maar je moet, kan beter een beetje in het midden, toch? Kijk, die rode stoeltjes, dat zijn wij. Klik maar ergens op, dan zie je dat hij verplaatst. Ja, moet je niet op de, daar zijn we al. Klik op een gele. Zie je? Waar wil je zitten? Doe het anders voor die blauwe poppetjes. Daar, ja. Precies in het midden. Oké. Zullen we hier zitten? Oké. Hè? Oké. Kids combo, zo leuk. Welke wil je? Die met rood is zoet en met blauw is zout. Ja, dit zijn de nieuwe, kijk. Zoete, zoute popcorn, een verrassing, drinken en rozijntjes. Welke wil je dan? Zout is blauw. Nee, dat is zoet. Ja, ga maar lezen zelf. Oh, er staat hier iets grappigs. Hou je doos voor de camera en laat je verrassen. Ik ben benieuwd. Doe dan. Ja, die. Ja. En hou hem voor de camera. Ga eens een beetje naar achter. Ah! Wat is dit? Doe nog een keer. Zo grappig. Hoe grappig is dit? Ik schrok me dood. Oh, ik moet weg. Oh, sorry hoor. Een spelletje of zo. Goedemiddag. Het is nu 3:30. En ik had gezegd dat ik jullie mee zou nemen naar tandenbreken. Ik ben met mijn vriend. Friend, wil je even kijken? Ja, ik had dus net mijn haar gewassen. Vandaar dat het dus als een natte kat zit. Maar ik vind het op zich, het is wel weer, het wordt echt wel weer een beetje lang. Daar word ik wel vrolijk van. En ik... Oh, ja. Ik mag trouwens... Dit was ik gisteren helemaal vergeten te zeggen. Ik mag een gratis set weggeven. Wimpers one by one lashes van Lash V Beauty. Dus als je dat graag wil winnen, moet je even mij volgen op Instagram en Lash V Beauty volgen. En als je dan reageert onder de foto die ik ga plaatsen op mijn Instagram, dan kiezen we daar één. Ja, één iemand van uit. Ik zal even alle linkjes onderin in de beschrijving zetten. Maar wij gaan dus onze tanden bleken. En ik heb dus dit meegenomen. Wat okay. Tanden. Dit vond ik echt geniaal van mezelf. Ben je niet? Geniaal. Dus dit gaan wij zo. Maar weet je wat ik besef? Waar doen we dat dan uitspugen? Op de grond? Het is wel een wasbak. Ik heb ook tandenborsten en tandpasta bij me. Ja, maar je krijgt dat. Ik wil dit voor de behandeling doen, hè? Ga je daar even je tanden nog staan poetsen voor de behandeling? Ja. Nee, rot op. Ja, tuurlijk. Ik heb mijn bonbons gegeten. Oh ja, je wou bijna mijn bonbons laten eten. Ja, tuurlijk. Oh, nu pas besef ik dat. Wat goed dat ik dat niet heb gegeten dan. Oh, nee. Ik gaf je gewoon een bonbon. Omdat ja, maar ik vind die ook helemaal niet lekker. Dat weet jij ook. Ik ben blij als het gewoon weer tot hier is. Wat vind jij, denk je, een goede tijdlijn voor mij? In de zomer moet het gewoon weer helemaal lang zijn, hè? Vind jij, ben je het met me eens? Ik? Ja? Nou. Ja. Denk je dat dat lukt? Met jouw haar wel, ja. Ik hoop het. Waar is het zo? Je moet hier naar rechts. Okay. Daar ging ik parkeren. Gaan we het nu doen in een putje of gaan we het bij haar doen? Daar. Oké, okay, ja, bij haar doen. Nou, wat dan? Wat dan? Ik ben blij als mijn haar... Maar wil jij eerst gaan? Weet je waarom? Want dan kan mijn haar nog een beetje drogen. Als ik er nu op ga liggen... Dan wordt het verpest. Dat zou ik wel fijn vinden. Oké, wacht even. Wij gaan nu naar binnen. Ik ga trouwens mijn tanden bleken bij Baltimoreville. Dus daar gaan wij nu heen. En ik neem jullie mee. En zij zet een muts op voor 2 minuten. Ik ben even serie aan het kijken.
En ik kijk. El Chapo, seizoen 2. Want ik moet wachten. En duidelijk ben ik aan de beurt. Ik zit weer in de auto en ik heb mijn tanden gebleekt. Ah, super mooi wit. Ik ben echt heel blij. Ik ben nu voor de tweede keer geweest. En ik vind het nu al echt mooi wit. En ik ga nu lekker Celientje ophalen. En ja, wij gaan Expeditie Robinson kijken, want we hebben het helemaal gevolgd samen. En we hebben nog niet gezien wie de winnaar is. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat Carlos gaat winnen, maar ik hoop dat het Kai is. Want ik weet niet, ik ben gewoon voor Kai. Ik vind het gewoon een topgozer. Ik vind hem wel grappig. En Thijs. Met Celine en zo hou ik haar op. Dit is heftig. Het hele spel fout doen en dan hang je en dan loop je achter en dan kun je vries ook. Dus super. En we gaan Wilma onthouden en gaan even laten zien hoeveel snoep wij hebben. We hebben dus. We hebben Expeditie Robinson aan het kijken, want we gaan de finale kijken. En dit. Maar dit gaan we niet allemaal opeten hoor, jongens. Voordat jullie weer commentaar hebben. Ja, ik ga deze opeten. Of wil jij deze? Wil jij deze? We kunnen het toch helft-helft doen. Oké. Ja, je make-up is wel heftig hoor, Nien. Kijk eens naar mama. Ik heb echt een flauw idee. Ze had dus een soort van kindermake-up setje. En dat had ze mee. Had ze mee. Wie ziet er mooi uit? Kai? Nee, dan is het alweer weg. Dus wie denk jij dat gaat winnen? Ik zeg weet het echt ja, niet. Je moet nu even één kiezen. Hoop een meisje. Dan bedoel je de Soendos, want dat is de enige die er is. Shelly is toch al eruit? Ja, weet ik. Dus jij hoopt Soendos? Ik niet. Ja, ik weet het. Ik ben voor Kai. Voor Kai. Wij gaan Expeditie kijken. En we hebben filmavond, dus dat is sowieso de eerste wat we gaan kijken. En dat wordt vast nog wel veel meer. Misschien kunnen we weer Harry Potter verder kijken. Oké. Okay. Hè? Oké. Okay. Ik heb een beetje ruzie met het snoepje hoor. Ik krijg hem niet open. Heb je dan ruzie? Nou, wij gaan even kijken. Eindelijk komt vanavond te weten.